Nou, een glaasje champagne op de ochtend, dat moet wel een bijzondere dag betekenen. Nou, inderdaad. Het is een hele bijzondere dag. U bent net uitgebreid toegesproken door de burgemeester. Ik heb de parel van Voorschoten gekregen en dat had ik dus helemaal niet verwacht. Een blijk van waardering voor het vele vrijwilligerswerk. Ja, als je alle mooie woorden hoort. Prachtig. Ja, ja, wordt u er verlegen van? Ja, weet je wel. Want kunt u het zelf even vertellen? Wat heeft u gedaan de afgelopen, wat is het, ruim 25 jaar? 25 jaar. Ik ben 25 jaar geleden, ongeveer deze maand, dat is precies als chauffeur begonnen bij de Cirkelbus. Dat vond ik eigenlijk leuk om te doen. En toen, 10 jaar later, toen begon het smeltpunt zelfstandig geworden. Toen heb ik me daar ook voor opgegeven. En dan zou je denken, 25 jaar, dat zijn heel erg veel ritten. Maar we weten hoeveel ritten, hè? Want dat is bijgehouden. En dat is ook vandaag aan de orde. 500.000ste. Ja, dat is fantastisch. En dan ook nog een nieuwe bus. En een nieuwe bus, ja. Nou, die bus die rijdt echt fantastisch. Het is een bus met een automaat. Ja, dat rijdt toch wel heel makkelijk in Voorschoten. Als je dus zo vaak moet schakelen, dan op een gegeven moment denk je van nou... Even klaar mee. Ja, maar dan is een automaat toch wel heel ver. Maar ik las in de krant dat automaat de toekomst is. Dus wij zijn echt helemaal voorbereid op de toekomst.